Christophe Krijven en onze schepen van sport Reno Martens, alsjeblieft de felicitaties en ga mee op de foto, want hier zijn ze voor de websites nog van Klein Sinai hier en de website van Cycling News. Kom erbij om deze jonge dame hier te omringen. Wij gaan nog even op verhaal bij deze Laura. We hebben hier bij Lauren bedoel ik. We hebben hier al verschillende jonge dames gehad die bij verrassing misschien op het podium klaterden. En hier de winnares. Ja, in ieder geval in die voorlaatste ronde in de aanval. Vertel eens, hoe kwam dat? Was de kans schoon om dat te doen, die aanval opzetten? Ja, de meisje van de peddelaars werd niet teruggepakt. Dus ik dacht, ja, het is het moment om te gaan. Het is het moment om te gaan. Maar nog twee ronden, nog ja, goed 8 à 9 kilometer. Het is een bizarre stukje met zo'n peloton in je nek. Gelukkig is het gelukt. Ik heb niet veel meters gekregen, maar als je als eerste over de meet vond, is het goed, hè? Dat zal wel zijn. En Van der Meer kwam er nog bij. Had je dat nog verwacht, maar die moest natuurlijk die kloof overbruggen. Die zat ja, in die laatste ronde. Ja, dat is wel heel mooi, maar ze heeft natuurlijk veel werk kunnen doen. Anders had het misschien niet gered. Zij heeft nog meegeholpen. Ja. Dat is mooi, hè? Arnouds, dat is een naam die we kennen in België. Ben je uit de grensstreek of familie van... De Arnouds in het veld rijden? Nee, geen familie, maar wel dicht van België. Dicht van België. En ja, vorige week 24e, start van het seizoen in Geluwe. Vandaag pikken we hier in Klein Sinai. Toch niet onaardig, 51 dames in de wedstrijd. Ja, ik moet niet echt van de sprint hebben, dus ik moet wel wegrijden. Aanvallen. En dat zien wij zo graag op de koers. Dat misten we straks bij de nieuwelingen. Hier werd er aangevallen. En dan wordt je beloond, dat is knap, hè. Ik ben er heel blij mee. Daar ben je heel blij mee. Wij ook. In ieder geval, we wensen nog heel veel succes in het nieuwe seizoen. Heb je uitdagingen met de club? Moet je in de club gaan rijden? Nee, denk ik niet. Geen grote wedstrijd op het programma? Nee, alleen internationale wedstrijd in Bosnië. In Bosnië, vlak bij de kerncentraal in Bosnië. Goed, in ieder geval, proficiat met deze overwinning. Neem ze mee naar Nederland en de groeten daar. En in ieder geval, proficiat. Geef ze een warm applaus. De winnares hier vandaag uit Rijsbergen. Lauren Arnouds.